Een hele goede morgen hier bij mijn dictévogel op 8. Ik kwam iets later dan jullie van mij gewend zijn. Mijn excuses daarvoor. Er kwam eventjes wat andere dingen op mijn pad. Wat ik graag eerst moest gebeuren. Vandaar dat ik dit wat later kwam. Ik hoop dat het niet te veel last geeft voor jullie planning of wat dan ook. Ik hoop dat het meevalt en anders, ja. Excuses daarvoor. Morgen natuurlijk weer gewoon voor 9 uur, zoals eigenlijk altijd rond 9 uur. Nu dus eventjes iets later. Allereerst, wat nieuwe week natuurlijk ook. En in deze nieuwe week is het ook wel weer een spannende week. Waarom is het nou een spannende week? Morgen krijgen we natuurlijk meer te horen over hoe en wat en wat er nou gaat gebeuren. Ik ben heel erg benieuwd. Het is eigenlijk gewoon afwachten. Meer kunnen we op dit moment niet doen. Dus daar gaan we woensdag dan verder over hebben in wat er dan gaat gebeuren. Wat zijn de versoepelingen? Gaan we naar school of blijven we thuis? Enzovoort. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Nu gaan we gewoon nog deze week het zo doen. Dus dan weten jullie dat natuurlijk ook. Ik zit even te kijken. Het is vandaag 20 april. Zorg dat je dat in je schrift hebt staan. Wat denken jullie misschien het meeste? Wat zie jij eruit? Ik heb weer heel erg veel last van hooikoorts. En jullie kunnen het misschien. Sommigen, ik weet het niet. Sommigen dat jullie het ook hebben. Ik weet niet of jullie het nu ook zo hebben. Maar mijn ogen die puilen uit. Jeuk erop. Maar ja, ik ga er niet aan zitten. En daarom ook dat ik heel erg verkoud. Of het is niet echt verkouden. Maar ja. Dat mijn neus ook gewoon heel erg jeukt enzovoort. Dus vandaar dat ik dat nu ook allemaal heb. Jeuken mijn gebelte enzovoort. Die klachten, sommigen kennen het wel. Maar we gaan gewoon lekker rustig door. Even kijken, het is dus de 20e. We gaan lekker snel starten met het dicté. Ik wens jullie veel succes, zorg dat je schrift hebt. En let's go! Eerste woord is links. Links, niet links van linksaf, maar links van dat dier, weet je wel. Links. Tweede woord is solitair. En laatste woord is Zuid-Limburg. Gaan we door naar de zinnen. Hij verslindt een konijn. En de laatste alweer. Pascal laat ons nu op een website de grootte van het dier zien. Pascal laat ons nu op de website de grootte van het dier zien. Dit waren ze. We gaan eens nakijken. Let's go. Eerste woord is links. Een lollyboard en een Griekse, met een Griekse I. En een taxiwoord. Je hoort x, maar je schrijft x. Dan solitair. Hey, dat is een militair woord. En ook een klankwoord bij de O. Solitair. En laatst is Zuid-Limburg. Let op dat het allebei met een hoofdletter is en een koppelteken ertussen. Dan, hij verslindt een konijn. Verslindt met DT. Waarom? Hé, hey, er staat hij voor, hè? Ik verslind. Hij verslindt. Komt dus DT. Kijk maar naar loop. Hij loopt. Ook een T erachter. De laatste. Pascal laat ons nu op een website de grootte van het dier zien. Dat waren ze. Ik zou zeggen, heel veel succes weer vandaag. Is er wat, wat dan ook. Altijd bij bedreigd natuurlijk. Ik probeer al zo snel mogelijk antwoord te geven. Om 11:30 is er ook gewoon weer video bellen. Dus mocht je daar al, mocht je een vraag hebben of wat dan ook, kom daar al erbij. Dan kan het ook. Mocht je geen vragen hebben en mij even willen zien en even gezellig willen kletsen, kan het natuurlijk ook. Jullie maken bladzijde 44 op dag 2 en 3. Geen plaatjes, ik denk dat het wel lukt. Ik wens jullie veel succes. En ik zie jullie hopelijk snel weer, omdat de basis is allemaal afwachten. Doei doei. Tot ziens.